Een hele goede middag. Welkom bij mijn nieuwe Ups & Down. Ik heb niet eerder tijd gehad om te vloggen. Ik ben zo druk geweest met de kindjes. Jordi naar Logo. Thuiskomen, Liam gelijk vooruit. Ik moest nog het een en ander even doen. Want de taxateur zou komen en die is ook geweest. Die is net weg. Jordi ligt al op bed. En Liam krijgt dus nu de fles. En dan komt dadelijk Stichting mee nog. Dus... Kindjes liggen heerlijk te slapen. Die zullen dadelijk wel een keer weer wakker worden. Ik dacht dat Stichting mee zou komen, maar dat is morgen pas. Omdat ik zoveel te doen heb in mijn hoofd, is dat mij ontschoten. Kan gebeuren. Het is nou eenmaal zo. Maar goed, in ieder geval, dat tezijde, heb ik even rust. Dus, ik lig nu even lekker op de bank. Ik ben kapot. Dan ga ik even uitleggen wat er vanochtend nou zo gehaast en alles mee was. Jordi had een soort van poepaanval. Dus iedere keer als ik een luier had verschoond, dan poepte hij weer wat meer. En zijn billen zijn al rood, dus ik moest zijn luier weer verschonen. Daardoor waren we te laat bij de Logo. Dus ik had ondertussen de Logo bellen onder het rijden. Dus ze wist ervan en dat is dan ook echt geen probleem. Maar toch, hè. Je denkt bij je eigen, oh. Ik ben niet iemand die graag ergens te laat komt als ik een afspraak heb. Ik ben altijd ruim op tijd. Ik ben ook ruim op tijd begonnen met Liam aan te kleden. Met Jordi klaar te maken. Om vervolgens om 8:30 in de auto te zitten. Dan waren we er om 9:10 waren we er sowieso geweest. Dan kon ik rustig de wandelwagen opzetten. En dan rustig daarheen gaan. Dus dan was er geen stress. Maar nu had Jordi daar dus last van. Dus die merkte ook dat ik een beetje werd. Dus ja, dan wordt dat natuurlijk erger. Dus ik probeerde zo rustig mogelijk te blijven. Maar op zo'n moment is dat zo erg. Is dat even zo'n frustratiepunt. Dus Jordi die wordt daardoor extra geprikkeld. En toen zijn we bij de Logo geweest. En dat ging eigenlijk allemaal wel goed en zo. En hij deed eigenlijk best wel goed mee. En ja, dat was allemaal eigenlijk best goed. En toen kwamen we thuis. En toen moest Liam zijn fruithap hebben. En dat ging eigenlijk ook allemaal wel goed. Totdat Liam klaar was met zijn fruithap. Toen begon Jordi weer te schreeuwen en te zeuren. En had hij dus weer, zeg maar, zo'n aanvalletje. Om 11:15 zou iemand het huis komen taxeren. En ik moest nog heel even een paar dingetjes opruimen. En dus ik ben hem al gauw gaan doen en hem gewoon lekker eventjes laten doen in zijn eigen wereldje. Maar ja, dan hoor je dus continu geschreeuw, geschreeuw, geschreeuw. Daar word ik natuurlijk ook niet bepaald vrolijk van. Maar in ieder geval, het is allemaal achter de rug. En nou ga ik heel eventjes... Ik ben trouwens ook aan het uploaden. Nou ga ik heel eventjes zen zijn en niks doen. Er is iemand wakker. Dat kun je wel zien. Dat is jullie. Je hebt poepje gedaan. Kijk het. Ja. Zoals jullie dus zien is hij wakker. Liam slaapt nog. Ik ga Jordi even uit bed nemen. En even met hem knuffelen. Ik heb hier nu lekker de bende van ellende. Jordi is lekker aan het spelen. Joef is ook aan het spelen. En Liam die zit alles af te kijken hoe dat het hier loopt. Of kruipt. Of zoiets. Wat ben je aan het doen, Jordi? Jordi gaat weer naar de gang toe. Doe eens even kijken. Jordi, wat ben je aan het doen? Hallo Liam. Lily. Die zit echt zo te kijken. Zo, nu gaat het.
Klappers in de handjes, blij, blij, blij. Op je wiezenbolletje, allebei. Handjes in de hoogte en handjes in de... Goed zo, zij! En dan komt ie, hè? Zo varen de scheepjes voorbij. Het is wel een hele ruwe zee, hè, de scheepjes. Maar toch, hè. Wil je nog een keer? Nog een keer. Moet je even beter zitten, schat. Zo, beter zitten. Oké, zeg maar wat ik moet doen. Klappers in de handjes. Blij, blij, blij. Op je deze bolletje, allebei. Handjes in de hoogte en maar handjes in de zij. Oh, je gaat er klaar zitten voor het stamp. Zo varen de scheepjes voorbij. Ei, ei. Zeg, mama, geen kus. Ik denk, mama krijgt wel een kus. Zie je knuffelen? Ja. Mama wil best knuffelen. Klappers in de handjes, blij, blij, blij. Je broertje naar de keuken te gaan. Op jullie zijn bolletje, allebei. Handjes in de hoogte en handjes in de maar dan ga ik hem niet zeggen. Je hebt hem niet goed vast, hè? Kijk eens naar mama's handen. Jordi, je hebt mama's handen niet goed vast. Dit klopt niet, hè? Dit klopt niet. Je moet mama's pinkjes vastpakken. Mama's pinkjes. Goed zo. Klappers in de handjes. Blij, blij, blij. Op je deze bolletje, allebei. Handjes in de hoogte en handjes in de... Goed zo, zij. Zo, varen de scheepjes voorbij. Je was steeds zwaar, jongen. Dat ging 20 keer geleden, ging dat nog wel. Ja, mama is nou klaar. Nee, we zijn klaar. We zijn klaar. Joehoe, we worden verlicht. De kindjes liggen lekker in bed. Joehoe is met het bordje bezig. Is lekker aan het spelen. En wij gaan nog eventjes gauw een beetje opruimen en dan gaan we ons nest opzoeken. Mm-hmm. Yes. Welterusten allemaal. Welterusten. Een hele goede morgen. We hebben al fysiotherapie gehad met Jordi. Hij heeft supergoed zijn best gedaan. Ik ga de kindjes nu even aankleden, want ik moet bloed gaan prikken voor mijn schildkliercontrole. En dan moeten we een stukje voor gaan lopen. Dus ga ik even gauw ze aankleden. We zijn weer thuis. Ja. Jordi is hartstikke moe. Die heeft weer veel indrukken gehad. Die krijgt nu lekker zijn flesje en die gaat zo naar bed. Zo dadelijk Liam nog even een fles geven. En eventjes hier een beetje opruimen. Want het stichting mee komt zo. En daar gaan we heel eventjes nog mee babbelen. En dingetjes doen. Dus ja, yeah, of ja, we, ik. Niels die is gewoon werken. Maar ik kon het nou ook alleen af met de dames.
Dus ja, dat dus. En hij slaapt al bijna. Dus dan gaan we eventjes zorgen dat hij goed drinkt. En dan kan hij lekker slapen. Richting Mavy is niet gekomen omdat een van de dames verkoudheidsklachten had. Dus die hebben we verschoven naar een andere datum. Of in ieder geval, die gaat verschoven worden naar een andere datum. En hier is iemand wakker. Hallo. Kun je lekker slapen? Kom op. Jij kan gewoon staan, klein luiwammetje. Lekker ding. Had jij lekker geslapen? Ja. Ik ben ook nog gebeld door de downpoly van Jordi. Hoe het ging en alles. We hebben ook even wat dingetjes nog besproken. En ze gaat nog een paar dingetjes voor me uitzoeken. En ja. Hé jongen, kom je eruit? Kom je er niet uit? Ik denk je wilde wel uit. Oh. Kom je staan dan? Liam die sliep net nog, dus... Kom je staan. Hallo. Kom je staan. Handje dan. Handje. Mijn handje. Ja, kom maar staan. Ja, andere erbij. Goed zo. Jawel. Ik ga hem heel eventjes helpen staan in bed, zodat ik hem op kan tillen. Mag mama je handje? Hallo? Staan. Je moet altijd op dezelfde manier, hè Jordi? Naar vasthouden. Goed zo. Goed gedaan. Ja. Mama je pakken? 1, 2. Hey! Ja. Ik ben lekker eten aan het koken. Ik ben toen Jordi uit bed is gekomen. Ben ik lekker met Jordi gaan kroelen. Toen was Liam wakker. Toen ben ik lekker met Liam gaan kroelen. En daarna weer met Jordi. En daarna weer met Liam. En toen wou Jordi weer. En toen zei ik op een gegeven moment, ik hou heel veel van jullie. Maar mama moet ook jullie mondjes voeden. Dus mama moet gaan koken. Joef, je mag niet met een speeltje op de bank. We hebben hier de regel, de hond mag niet met speelgoed op de bank. En dat weet je. Dus ja, nu is Jordi heel even een filmpje aan het kijken, zodat mama even kan koken. En ook ondertussen spelen. Hij heeft het merendeel eigenlijk als een soort van radiozender bij hem aanstaan. En Liam is ook lekker aan het spelen in de box. En ik ben ondertussen aan het koken. We eten aardappels met rode kool en een worstje. En dan ook wat choux. Dus ja, dat is wat we eten. Niels komt dadelijk ook weer thuis. En dan is het hopelijk een heel eind klaar, want ik ben echt met kindjes bezig geweest. Dus ik op een gegeven moment dacht ik bij mijn eigen tijd om te koken, want anders hebben we niet op tijd ons mondje gevuld. Dus ja, hopen dat het op tijd klaar is. Papa en mama hebben het goed gedaan. Terwijl Joef aan het vervelen is voor de zoveelste keer. Niels is trouwens weer thuis. En we hebben lekker gegeten. Ja, samen met de kindjes. Met de vieren. En kindjes liggen lekker op bed. Dus wij hebben lekker rust. Wat gaan we doen? TV kijken? Van elkaar houden. Ik denk dat we tv gaan kijken. En nog een beetje opruimen. En dat was het. Oh, ik dacht de hele avond zo met elkaar knuffelen. Zo. Nee, alsjeblieft niet zeg. Nou, ik ga gauw mijn ding doen. Doei!